Stel dat het kon, wie zou je dan terug willen halen uit het hiernamaals? Ja, ik moet je... Ik moet zeggen, ik geloof niet in het hiernamaals. Dus daar moet ik ook even in meegaan. Daar moet je even, ja. Dus daarom zei ik ook, daarom begin ik aan de voorkant al van stel dat het komt. Dus je zegt dat het niet kan? Ik denk het niet. Je denkt het niet. Dan zou ik mijn vader terughalen uit het hiernamaals. Ja, daar zou ik me op kunnen verheugen. Daar zou je op kunnen verheugen. Ja. Want jouw vader is, als ik het goed heb, 71 jaar geworden. Ja, ja. En hij is overleden toen hij bij jou op bezoek kwam. Ja, hij is overleden toen hij bij mij op de boot kwam. En ik had op zich wel een... Nee, ik had gewoon eigenlijk... Ik had nog wel iets meer relatie willen hebben met hem. En ik was daar toen niet zo mee bezig. En hij kennelijk ook niet. En dus... Ja, goed. Maar, ik bedoel, het kan allemaal niet. Dus het heeft ook niet zo heel veel zin om daar heel lang over na te denken. Maar... Nou, wat had je dan nog met hem willen bespreken? Nou, ik zou gewoon iets meer intimiteit willen eigenlijk. Maar je, dat, maar je vader even zeggen van, jee, vertel nou eens even, hoe zat nou eigenlijk dit en hoe zat nou dat? En dus ik heb dat gevoel, kijk, ik heb geen kinderen. Dus ik heb niet een, ik voel mij in die zin een heel klein beetje een loszwevend hemellichaam. Dat is mooi, je hebt de verbinding met boven is er niet meer vanwege het overlijden van mijn ouders. Er is geen verbinding met beneden. Er is wel een zijverbinding met mijn zusjes. En dat is allemaal oké. En ik heb gelukkig ook heel veel verbindingen met vrienden en mijn geliefden. Maar die verbinding met boven bedoel ik dan in dit geval even mijn vader en moeder. Met name mijn vader, dat mis ik gewoon af en toe. En kun je ook een voorbeeld geven waar je dan het meest naar verlangt? Nou, misschien gewoon eens even samen met je vader zijn. En kijk... Jij vroeg mij net, ben je wel eens jaloers of als je zo'n vader ziet bij zo'n speeltuin of wat dan ook en zo, dan ben ik dat niet, want ik zou die vader niet willen zijn. Nee. Maar ik zou best dat kind nog wel eens willen zijn. Snap je? Dus ja, ik zou nog wel eens dat kind willen zijn, wat met zijn vader daar... En natuurlijk, ik ben een volwassen oudere man, dus het gaat verder nergens over. Maar dat gevoel, dat zou ik nog wel eens terug willen halen dan. En jij moet hem dus langer missen dan dat je dat hij in je leven is geweest, zeg je? Hij is al hij is lang dood. Ja. Hij is ook overleden, heb ik begrepen, op een heftige manier. Hij was bij jou op visite. Hij is ineengestort, of hoe moet ik het zeggen, in elkaar gezakt. En jij hebt ook nog geprobeerd om hem te reanimeren. Ja, we kunnen wel zeggen dat dat mislukt is. Achteraf die conclusie kunnen we nou trekken. Ja, het is dat jij er een beetje om lacht. Ik vind het heel ongemakkelijk, maar... Nee, maar daarom vind ik het ook leuk. Omdat jij het ongemakkelijk vindt. Dan wordt het voor jou leuk. Ja. Nou, mag ik daar iets serieus over vragen? Natuurlijk. Want dat is uiteindelijk niet gelukt. Spookt dat dan nog een beetje door je hoofd? Nee, het spookt niet door mijn hoofd. Kijk, mijn vader was ziek. Mijn vader had longemfyseem. Mijn vader had zich letterlijk opgerookt en stuk gedronken. Mm. En het was niet zo dat mijn vader een man was die nog volledig in de samenleving stond en die plotsklaps is weggehaald. Dat was niet zo. Die man was gewoon, die had zichzelf behoorlijk goed onderuit weten te halen gedurende zijn leven. Op fysiek gebied bedoel ik. Dus dat overlijden, dat was niet, denk ik, per se de grootste klap in de zin dat je zegt, hoe is mogelijk? Dus ik heb mij ook niet achteraf gedacht van, ik had op die reanimatiecursus beter op moeten letten. Nee, je begint specifiek ook eerst over je vader. Ja. Over je moeder heb je ooit gezegd, ik ben blij dat ze dood is. Zou je dat nu nog zo zeggen? Nou, ik zei niet helemaal, ik ben blij. Ik zei, ik ben opgelucht. Pardon, dan heb ik het verkeerd gelezen. Het kan ook best zijn dat iemand anders daar blij van heeft gemaakt. Maar ik had een zekere opluchting toen mijn moeder was overleden. En die opluchting die voel ik nog steeds wel, hoor. Ik bedoel, ik voelde bij mijn moeder heel erg... Als ik mijn moeder belde, dan zei ze... Zo, jongen, leef je nog? Omdat ik er dan al een week niet gebeld had of zo. Weet je? Ik vond dat gewoon irritant. Ik had niet zo'n hele slechte, per se slechte relatie met mijn moeder. Ik had gewoon
geen echte relatie met mijn moeder. Maar goed, ze was er. En ik kon daar niet zo goed mee overweg verder gewoon. Maar ik dacht, oké, ik moet als zoon moet ik er gewoon af en toe zijn. En dat deed ik ook wel. Maar zij gaf me altijd het idee dat ik tekort schoot. En dat nam ik haar wel een beetje kwalijker. Ben je bang voor de dood? Nou, nee, maar het lijkt me zo erg, echt in alle eerlijkheid, het lijkt me zo erg dat het ophoudt. Het is verschrikkelijk. Weet je, dat is het gevoel. Het gevoel dat alle dingen, ik sta altijd vroeg op. Ik ga altijd laat naar bed. En dat is toch eigenlijk gewoon levenslust. Dat ik gewoon zin heb, weet je. En mijn slaapkamer zit op het oosten. Dan komt als er ook maar een sprankje zon is, dan schiet dat licht meteen naar binnen. En dan denk ik, lekker, de dag begint. En daar geniet ik gewoon van. En daarom vind ik het misschien moeilijk om te zeggen van, was er toen een moment dat je gelukkiger was of dat je een hoger cijfer aan die periode van je leven gaf? Dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik... Nou, daar ben ik best dankbaar voor, maar dat ik denk, ik heb zo'n gelukkig leven. Het gaat eigenlijk allemaal zo. Ik sleep niet met gezondheid. Ik heb lieve mensen om me heen. Ik heb een fijne geliefde. Ik heb mooi werk. Ik word nog op een bepaalde manier gewaardeerd door de mensen over het werk wat ik doe en zo. Ja. Je wil gewoon niet dat het stopt. Nee.